De deuren van Stichting Matuku blijven open. Dat heeft minister Brontosum Mohardjo van Binnenlandse Zaken beloofd aan het stichtingbestuur. De bewindsman bracht een bezoek aan Matuku voor het uitreiken van de prijzen van de Srividensi tekenwedstrijd. Hij was er samen met collega Oraiki Dramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Het stichtingsbestuur heeft de ministers aangegeven dat zij in moeilijk vaarwater zitten vanwege financiële problemen. Minister Somohardjo heeft meteen toegezegd dat de stichting niet zal hoeven te sluiten. Ze zullen niet sluiten, punt. Als ik zeg dat ze niet gaan sluiten, ga ik dat overleggen aan de president, overleggen aan de vicepresident. Nogmaals, ik weet dat onze president, onze vicepresident een sociale mens zijn. Ik ga ze uitleggen wat er is en dat deze mensen hulp nodig hebben. En waar wij kunnen inspringen, gaan we dat doen. En dat doen we met ons hele hart. Wat was de reactie van de pupillen? Nou, leuk. Leuke kinderen. Zo kan je ook relativeren. Wij mensen klagen al snel, maar als je om je heen kijkt, zie je altijd dat mensen het veel moeilijker als jou hebben. De kinderen waar ik naar keek, zij zijn zo vrolijk, terwijl zij toch meer reden hebben tot klagen als wij bijvoorbeeld. Maar ze gaan gewoon door. Ik heb een stukje voorgelezen uit het boek, dus het komt goed. Ik hoop dat we snel hun projectdossier kunnen krijgen en dan gaan we bespreken wat we wel en wat we niet voor hun kunnen doen. Volgens Sosafo-minister Ramsaran hebben verschillende stichtingen bij het ministerie aangeklopt voor hulp. Het zijn vooral stichtingen die afhankelijk zijn van donaties. En die donaties zijn grotendeels komen weg te vallen. Let wel, we proberen vanuit Sosafo wel ervoor te zorgen dat we kijken naar het subsidiebeleid. Kijken naar de bedragen die worden gesubsidieerd, waarvoor. En dat we ook kijken naar de mogelijkheden. Bij deze alvast dank aan collega Bisa. Voor zijn inzet dat vanuit Binnenlandse Zaken dat er tenminste van start is gegaan voor wat betreft het personeelbestand daar, de Matuku. Dat ze ernaar zijn gaan kijken en kijken wie we kunnen adopteren eigenlijk, om het zo te noemen. Zo ook heb ik dan een gesprek gevoerd met meneer Holband en het bestuur. Een kort gesprek, maar daar zit ook een knelpunt dat als we kunnen helpen in de operatie, om het operationeel te houden, dat wij hun ondersteunen voor wat betreft, apart van de subsidies die ze ontvangen, kijken ook naar hun personeelsbestand. Dat natuurlijk van ons kant uit dat we onze collega-ministers ook zullen bijbetrekken. Minister Oraiki Dramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn 5 personen toegewezen aan Stichting Matuku om de instelling draaiende te houden.